Vanuit Waterschap Hollandse Delta willen we werken aan inclusiviteit. En vanuit de wetgeving liggen er richtlijnen om te werken aan toegankelijkheid. Want alles wordt digitaler. Dat is heel fijn. Maar het kan er ook voor zorgen dat doelgroepen niet meer mee kunnen doen. Het zou fijn zijn als het spel Optimaal Digitaal, het gesprek over digitale toegankelijkheid en bewustwording, meer organisatiebreed op gang brengt. Dat het ons handvaten geeft. Zo moet ik eigenlijk zeggen. De tipkaart die er voor mij uitspringt is de tipkaart ontwerprichtlijnen gebruiken. Dat is een belangrijk onderdeel, omdat zowel de toegankelijkheid van websites als de toegankelijkheid van documenten als bewustwording vergroten en zo, dat heeft allemaal, ja, daar hangen richtlijnen aan vast. Nou, ik heb gemerkt als spelleider dat iedereen in het begin aftastend, ja, waar gaat dit heen? Is dit echt serieus werken of zijn ze een beetje lachelijk over? En aan het eind zijn iedereen verbaasd dat we toch, zo in korte tijd hebben we inzicht en overzicht kunnen krijgen. En dat zijn we serieus aan het werk geweest en het doel samen kunnen bereiken. Overzicht, welke activiteit hebben we nou in beeld dat weinig moeite kost en toch heel veel impact daarmee realiseren. Mijn favoriete tip is tipkaart 125. En waarom? Dat is je kennis op peil houden. Je openstellen voor nieuwe dingen, zoals toegankelijkheid. Lees erover, praat erover, hebben met elkaar erover en dan gaat het belletje wel rollen. Deelnemers die nemen concrete acties mee. En gaat de volgende dag uitvoeren.